Van 25 tot en met 31 oktober 2009 vindt in Australië de World Solar Challenge plaats. Studenten van de TU Delft racen in zonnewagen Nuna 5 van Darwin naar Adelaide. Hoe werken zonnecellen en wat maakt de zonnecellen op de Nuna 5 zo bijzonder? Professor Miro Zeeman legt het uit in een flitscollege. Wat voor zonnecellen worden er gebruikt? Nuna 5 zonnewagen is voorzien van speciale zonnecellen, hoogrendement zonnecellen, gebaseerd op galliumarsenide. Hoe werken zonnecellen? Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit. Zonnecellen worden gemaakt van zogenaamde halfgeleide materialen, zoals silicium of galliumarsenide. Een van de belangrijkste eigenschappen van deze materialen is dat er, als er licht opvalt, negatief geladen elektronen losschieten. Deze elektronen kunnen door het materiaal bewegen. Ze laten achter positief geladen deeltjes, wij noemen deze deeltjes gaten, en die kunnen ook door het materiaal bewegen. In een zonnecel worden deze elektronen en gaten van elkaar gescheiden en naar elektrodes gebracht. Door deze manier krijgt een voorelektrode een negatieve spanning en achterelektrode een positieve spanning. Als wij deze twee elektroden met elkaar verbinden, kan een elektrische stroom gaan lopen en de cel levert nuttige energie. Wat maakt deze zonnecellen bijzonder? Het rendement is het deel van energie in het zonlicht die de zonnecel omzet in elektriciteit. Zonlicht bestaat uit verschillende kleuren en het halfgeleide materiaal waarvan de zonnecel gemaakt is, is niet voor alle kleuren in het spectrum even gevoelig. Een deel van het spectrum, zogenaamde rode of infrarode deel, draagt niet voldoende energie om elektronen en gaten in het materiaal los te maken. Ander deel van het spectrum, het ultraviolette en blauwe deel die te veel energie draagt, wordt alleen van deel benut. Het maximale rendement die een ideale zonnecel kan omzetten in elektriciteit is op dit moment ongeveer 30%. Een van de methoden om het rendement van een zonnecel te verhogen is meer efficiënt gebruik van de energie in zonlicht. Dit kunnen we bereiken door om verschillende halfgeleide materialen in een zonnecel te gebruiken. In dit geval spreken we van een tandem zonnecel. En dit is het geval van galliumarsenide zonnecellen die op Nuna 5 zonnewagen liggen. Galliumarsenide zonnecellen bestaan uit drie verschillende zonnecellen. Door verschillende kleurgevoeligheid van individuele zonnecellen kunnen we een bredere deel van zonnespectrum gebruiken en daardoor hoger rendement bereiken. De galliumarsenide zonnecellen op dit moment bereiken ongeveer 30%. Waar kan ik de galliumarsenide zonnecellen nog meer tegenkomen? De structuur van galliumarsenide zonnecellen is zeer complex. De zonnecellen bestaan uit meerdere lagen die op elkaar gestapeld zijn. De techniek waarmee deze materialen gemaakt zijn, is ook complex, uniek en duur. Daarom zijn galliumarsenide zonnecellen zeer duur en men gebruikt ze alleen in de ruimtevaart. Er is een nieuwe trend en wij gebruiken deze zonnecellen in combinatie met geconcentreerd licht. Men gebruikt lenzen en spiegels om licht te concentreren op een zeer kleine zonnecel. In de combinatie van galliumarsenide zonnecellen en geconcentreerd licht kan het rendement van deze zonnecellen boven 40% komen. En dat is een nieuw wereldrecord voor fotovoltaïsche omzetting van zonne-energie. De galliumarsenide zonnecellen maken Nuna 5 bijzonder. Maar net zo belangrijk zijn de aerodynamische vorm en de accu. Bekijk ook eens de flitscolleges over deze onderwerpen.